De studenten zijn er klaar voor, de cartoonist zit in de startblokken. Vanaf Fontes Hogescholen in Tilburg is dit het Denk Groter Debat. Deze Zeeuw van geboorte deed de Filmacademie in Brussel en startte zijn carrière bij de Vlaamse televisie. Ooit was hij damkampioen van Zeeland en later werd hij Emmy Award-winner. Vandaag spreken wij met het braafste jongetje van BNN, presentator en voorzitter Patrick Lodiers. Toch de stoel waar Mart Smeets op heeft gezeten. Ja, dat kun jij zeggen dan, hè? Dat is toch ook weer een hoogtepunt. Hoe voelt hij? Ja, nou ja, kan je zeggen dat ik een Emmy Award heb gewonnen en dat ik Zeeuws Damkampioen ben geweest, maar op de stoel van Mart Smeets zit. Uiteindelijk heb je, dit is het hoogtepunt. Dat is dan toch wel te gek. Dus, het is fijn dat ik hier mag zitten. Je bent van harte welkom, je zit in het Denk Groter Debat. Maar we hadden gedacht, stel je nou eens voor dat dit over mijn lijk was. En ik was Patrick Lodiers. En jij had nog 2 maanden te leven. Wat zouden we dan van jou mogen zien wat we nog niet gezien hebben? God, dat is een hele goede vraag. Kijk, het is zo moeilijk om je in te denken als je weet dat je gaat sterven. En elke keer, het is nu de 3e keer dat ik een serie heb gemaakt, elke keer verwonder ik mijzelf weer over de mensen die in dat programma zitten en wat ze willen en wat ze doen en vooral wat ze vertellen. En ja, dat is voor ieder heel moeilijk en ik denk niet dat ik me nu kan verplaatsen in iemand die zomaar sterft, want je moet ervoor staan. Maar ja, je mag van mij alles weten hoor, dus ik ga alles eerlijk beantwoorden, maar ik vind het moeilijk om mezelf in te beelden als iemand die maar het bijzondere binnen nu 2 maanden doodgaat. We kennen je als programmamaker, dat doe je integer, je hebt een bijzondere kleur aan BNN gegeven, gaan we uitvoerig over praten, maar het is niet zo dat we van jou zo heel veel weten. Nou, misschien omdat ik liever vragen stel dan dat ik ze beantwoord. Dat zal het waarschijnlijk zijn. We gaan kijken als je vandaag vragen stelt, wat jij gaat beantwoorden. Ja. Je zit in het Denk Groter Debat. De startvraag is altijd, wie is degene die jou groter heeft laten denken? Ook een goede vraag. En dat gaat zomaar door. Nou, ik denk dat het... mogen dat meerdere mensen zijn, ja, of niet? Ik denk in eerste instantie is dat mijn moeder. Want mijn moeder die was Montessori-juffrouw op de kleuterschool. En die heeft mij altijd geleerd om spelenderwijs te ontdekken. En dat is eigenlijk wat ik altijd heb gedaan. Dus dat was mijn moeder. En daarna dacht ik heel erg dat ik op mijn vader leek. Maar dat wilde ik wilde dus ook altijd kapitein worden, want hij was ook op de grote vaart geweest. Maar op de middelbare school was er een leraar, een gymleraar notabene. Terwijl ik met mijn lichaam helemaal niet goed kan gymmen en kon gymmen. En die gaf ook toneellessen en die heeft mij eigenlijk aangezet tot het anders denken. Het durven denken over creativiteit, over een podium, over mensen aanspreken. Dus Ton van Welen, die gymleraar en vooral toneelleraar, heeft mij enorm aangezet tot creativiteit. En uiteindelijk, als je dan nog wat verder bent, want natuurlijk heb ik een hele leuke filmacademie doorlopen. En daar zitten ook gelukkig leraren die me enorm geïnspireerd hebben. Maar dat is hun vak, dus dat moeten ze ook doen, vind ik. Maar in mijn werkende leven is dat natuurlijk toch Bart de Graaf geweest. Want Bart, klein van stuk en ook altijd bijzonder ziek. Bart had echt een nierziekte en ja, de energie die hij had was gewoon echt minimaal. Je moet je voorstellen, als je een keer echt goed griep hebt, zo lamlendig voelde, zo voelde Bart zich eigenlijk altijd. En toch de energie die hij had, stak hij in zijn programma's en later in BNN. En als je dat kan en als je dat doet, ja, dan denk je echt groter. En dan durf je echt veel en dan heb je lef en dan hou je van het leven en dan maak je er wat van. Dus ik denk dat die 3 mensen toch wel een soort van denk groter mensen voor mij zijn. Studenten mogen vragen stellen. Ik vertel je eerst even dat we een cartoonist in huis hebben, Rosemarijn Tromp. Zij doet verslag op papier en laat straks zien welk moment ze heeft gevangen. Succes. Ja. Bart de Graaf is genoemd. Is er iemand die een vraag heeft over Bart? Bart de Graaf is nu bijna meer dan 10 jaar dood. Denk je dat BNN hetzelfde had uitgezien als hij nog zou leven? Heel veel mensen vragen dat mij altijd, omdat je natuurlijk ook, ik ben nu ook voorzitter van BNN en dan treed je een beetje in de voetsporen van Bart. Maar ja, Bart is inderdaad dood en ik denk dat
Bart liever had gewild dat BNN kleiner was gebleven, omdat hij het heel leuk vond om met vrienden en goede mensen de programma's te maken. En nou, voor hem was het oprichten van een publieke omroep wel een avontuur. Maar toen hij dat eenmaal bereikt had, zag hij ook dat er heel veel Hilversums gezeik bij kwam kijken. En hij had daar niet zoveel interesse in. Hij ging dan liever weer programma's maken of golven. Dus ik denk dat als Bart nog echt... Golven? Ja, hij hield enorm van golven. Echt, dat was een mini Tiger Woods. En ik denk dat hij gewoon wel... of hij had gezegd van nou, weet je wat, BNN moet verder gaan, maar dan zonder mij of mij in een andere rol. Maar ik denk dat BNN eigenlijk wel groter is geworden dan dat hij ooit in gedachten had. Bedankt. Hi. Hoe BNN, heet je? Ik heet Ariela. Ariela? Ja. Dag Ariela. Hi, Patrick. jullie BNN zijn eigenlijk een publieke omroep, vooral voor jongeren. Jullie zijn fris, toch wat brutaler, soms een beetje zooitje ongeregeld, vind ik het wel eens. Maar het wordt een beetje ouder. De verslaggevers krijgen allemaal kinderen. Vind je niet wat tijd worden dat het iets nieuws wordt? Dat er nieuwe gezichten komen? Ja, wij zijn altijd op zoek naar nieuwe gezichten. Maar wij zijn ook zeker altijd op zoek naar de balans binnen BNN. En ik weet zeker waarop je duidt dat sommige mensen kinderen krijgen. Bijvoorbeeld Sophie of bijvoorbeeld ik. Maar aan de onderkant, qua jonge aanwas, hebben wij natuurlijk een groot talent als Tim Hofman of Geraldine. Valerio, weet je, je moet zorgen dat de balans binnen BNN ook goed is. Omdat wij echt ook de jonge mensen willen aanspreken, maar ook de jonge mensen van geest. En ja, de jonge mensen van geest zijn niet altijd allemaal 20, maar er kunnen ook 30ers zijn of 40ers. Je was presentator, je bent voorzitter geworden. En we hebben even nagedacht, hoe kan dat nou toch? Kijk eens even naar het volgende filmpje. Toen ik nog heel jong was, toen ben ik een keer Zeeuwsdam kampioen geworden. En dat... Hoe is deze presentator in godsnaam voorzitter geworden? Ja, dat is onwaarschijnlijk, hè? Ja. Dit? Ja, dat het is voor mij. Nou, dat is ook. Dat is niet alleen door. Dat is zeker niet gekomen door groter te denken. Want dat had ik in mijn stoutste dromen nooit gedacht ooit voorzitter worden van BNN. Maar het is wel je laten verrassen en je ogen open houden en kansen zien en kansen grijpen. Zit je met de voorzitter en de presentator? Zijn daar vragen over? Merk je leuk dat jullie tegenwoordig gehouden met geldtekort? Nou, je merkt wel dat die bezuinigingen dit kabinet over ons afroept wel heel fors zijn. Echt fors. Wij krijgen van Rutte 1, dus het vorige kabinet, hebben wij een bezuiniging opgelegd gekregen van 200 miljoen. En die hebben wij proberen op te vangen door die fusiebeweging te maken. En ook na te denken over hoe kunnen we nou zoveel mogelijk bezuinigen, maar zo weinig mogelijk de programma's buiten schot laten. Dus hoe kunnen we gewoon zorgen dat de programma's gewoon blijven zoals ze zijn. En er waren allemaal dingen voor bedacht. Iets langere series, iets meer aankoop. Kortom, dan zouden we die 200 miljoen wel kunnen opvangen. Maar met Rutte 2 kwam er nog eens 100 miljoen overheen. En dat gaan we gewoon keihard merken in de programmering. Dan ga je gewoon echt komen aan programmatitels die gaan verdwijnen. Aan programmamakers die dus gaan verdwijnen. Want we hadden ongeveer grosso modo 900 miljoen budget met de publieke omroep. Nou, dan ging dus eerst 200 miljoen af, daarna nog 100 miljoen. Dus wij gaan een derde korten, een derde. En dat vind ik echt fors. Je weet zelf ook wel, jij bent een van de grootverdieners bij de publieke omroep. Is het dan niet een beetje raar als het geld tekort is bij je eigen omroep? Nou ja, wat ik net zei, ik ga al een tijdje terug in salaris, als je goed hebt gekeken. Ja. Ik ga zelf niet over mijn eigen salaris, daar gaat gelukkig de Raad van Toezicht over. Ik verdien wat ik verdien en ik hoop dat mensen zien wat ik maak vooral. Dus daar gaat het om.
Hoi, ik ben Sydney en ik ga het niet over het financiële gelul hebben, want daar hebben we genoeg over gepraat. Ik ben benieuwd naar of je bijgelovig bent voor je gaat presenteren of je rituelen hebt. Ja, ik heb wel rituelen. En dat is één ritueel en dat is ik wil altijd een frisse adem hebben. Dus ik ben net nog even gaan tanden poetsen. En ik heb meestal ook als ik op een programma maak in het land, heb ik altijd smintjes bij me en dat soort dingen. Want ja, dat moet altijd goed voelen. Dus dat is mijn enige bijgeloof. En voor de rest is het ritueel gewoon voorbereiden. Ik moet het niet hebben van mijn talent, maar van de voorbereiding. Je schuift je talent even naar de achtergrond. Maar wat is jouw talent echt? Mijn talent? Ja, dat is, nou, ik denk wel dat, maar dat zullen veel presentatoren zeggen. Ik denk wel dat, dat merk ik wel aan programma's bij Over Mijn Lijk. Of nu maak ik weer een programma over donoren. Dat ik gemakkelijk bij mensen binnenkom en dat ze graag dingen aan mij vertellen. En dat ik ook wel durf door te vragen. Gewoon op een open manier. Niet omslachtig, denk ik. We hebben een paar dilemma's in het Denk Grote Debat. Te gek. Passen is uit Den Boze. Inhoud of humor? Inhoud. Voorzitter of presentator? Presentator. Rebels of geëngageerd? Geëngageerd. Dennis of Valerio? Ja, dit zijn echt met z'n tweeën, als je dat ook ziet in alle programma's die ze samen maken, ja, dan worden ze meer dan twee. Weet je? Dat is bij hun is echt 1 en 1 is 3. En dat is echt gek. Maar ik vind het natuurlijk wel mooi dat Valerio Je Zal Het Maar Hebben presenteert. Dat is natuurlijk toch, ja, het is nu echt een vaste waarde van BNN geworden. Eerst mocht ik het presenteren, daarna heeft Ruben het gedaan en nu Valerio. Dus je merkt echt dat dat zo'n, ja, echt iets is bij BNN en bij de publieke omroep. Dus daarmee kies ik dan nu, als ik dan toch moet kiezen, even voor Valerio. Waarvan hoewel ik act? Natuurlijk ook weer met Dennis in de ja, nee, prijs nee, ja, je wilt dus heel genuanceerd, we hebben het al lang begrepen. Binnen of buitenland? Buitenland. Poont of Max? Poont. Spuiten of slikken? Spuiten. Ja? Ja, dat is nog niet zo moeilijk. Ja. Nou ja, nee. Dat kan wel heel overtuigend uit. Nee, ja, nee, ja zeker. Ja? Ja. Maar ja, weet zeker, ja. Je koos voor Poont. Dat is een omroep waar jullie er ook last van hebben, volgens mij. Rebelse omroep, gaat jullie rechts voorbij, is fris, durft meer dan BNN en zo hebben jullie lang bekend gestaan. En wat is dan de vraag? Of jij daar ook zoveel last van hebt als ik nu suggereer. Oh nee, zo zie ik het niet. Nee, waarom ik voor Poont... Kijk, Poont probeert echt iets vernieuwends te doen ook. En bij Max vind ik dat niet. Weet je, ik zie, ja, als ik dan kijk naar de programma's van Max, soms zie ik wel goede dingen. Die dramaserie van Ik Wil Bij de Revue, dat was echt goede drama, dus dat was al goed gemaakt. Maar voor de rest vind ik Max niet zo interessant. Poont vind ik wel interessant, omdat ik zie dat ze een nieuwe toon willen aanslaan. En soms slagen ze daarin en soms ook valikant niet. Maar dat strookt ook een beetje met wat ik net zei. Van, ja, als je iets probeert, ja, kunnen dingen mislukken en kunnen dingen lukken. Wat kan Poont maken nu wat bij BNN niet zou kunnen? Nou, Poont heeft gewoon een andere levensinstelling, levenshouding. Wij hebben in onze basis ook lef, nou, dat hebben zij ook, maar wij hebben ook lust voor life. Wij houden van het leven en zij zijn gewoon cynischer. En ja, daar hebben wij veel minder mee. Wij zijn niet zo cynisch, nee. Jullie hebben een heel bijzonder imago. Misschien is het gemakkelijkst om daar eerst even naar te kijken. Ja, ik vond het toch een beetje mager, hoor. Ik heb wat gebroken glas gezien. Ik heb een deuk in een of andere vaag autootje gezien, maar verder niks. Ik vind het zo erg dat ik bijna deze steen hier door die ruit heen zou keilen. Weet je wat? Ik doe het ook gewoon. Ik doe het in de lucht, toch? Wat een harde ruit. Maar er zit een mooie ster in. Oh. Ik heb ingebroken en er gebeurt niks. Niks. En nu? En nu? Ja, ja. Want het heeft nog een probleem, denk ik. Ja, wat gaan we doen? Dat gaan we doen. Ja, dan moeten we even bekijken wat we gaan doen natuurlijk. Ja. Ik denk dat we zo eens even naar het bureau gaan duiken. Klein stukje wil hier maar, hè? Ja. Zou iets eruit? Je koudt nog steeds op me. Ja. heb je nu moeite met doorslikken? Ja, dat vrees ik wel.
Albert Verlinde kreeg vorige week een afluister-award van BNN. Sophie Hilbrand overhandigde hem een gouden oor namens het programma VOC, Verbond van Ongeleide Correspondenten. Later bleek in de award een microfoontje te zitten om Albert Verlinde mee af te luisteren. Volgens het VOC een actie om te kijken waar de grenzen van privacy liggen. Wat is de overeenkomst? Waarom kunnen we zien dat dit BNN-programma's zijn? Ja, toch wel het lef. En ook de toon vooral, hè, de open toon. Dat merk je al. We hadden het net over talent. Nou ja, je ziet bij Bart gewoon het talent ervan afspatten. Hoe hij gewoon die camera inkijkt. Hoe hij dat lachje timed. Hoe hij er ook mee wegkomt. Hij doet iets heel brutaals, maar zelfs de politie vindt hem nog aardig. Ja. En dat soort zaken. En dat was echt het grote talent van Bart. En voor de rest, ja, wat je hier ziet is de brutaliteit, maar vooral ook de manier waarop wij daarmee omgaan en de toon van onze programma's. Ik denk dat het zoeken van de grenzen. Ja, wij zoeken wel grenzen op en soms gaan we er ook overheen en dan het is niet altijd. Waar vind je dat je er echt overheen bent gegaan? Albert Verlinde? Nou ja, dat vond de rechter wel. Dus dan, ja, aangezien wij in een rechtsstaat wonen, moet ik dan zeggen, ja, dan hebben we dat niet. Maar je vindt hem steeds van niet? Ik vond het een hele goede grap. De grap was dat je een afluisterapparaatje bij Verlinde in huis had gebracht. Het was in de tijd dat hij net die beelden had vrijgegeven over Wesley die aan het zoenen was met Jolante in een parkeergarage. Ja, het was om het debat over privacy aan te jagen. Nou, ik vond het een hele goede manier om privacy aan te jagen. Ja, dus, Studenten. Ja. Wat was nou jouw meest memorabele BNN-moment? En dan niet de donorshow, er zit een heel team achter. Wat was nou echt jouw moment? Wat ik te gek vind en wat ik echt heel mooi vind nog altijd is op een gegeven moment hadden wij de 50ste aflevering van de Lama's en toen kwam Guus Meeuwis en toen had ik bedacht dat we een muzikale doventolk gingen doen en op een gegeven moment deed Ruben van der Meer die blikken in je ogen en dat deed hij zo briljant en waar hij dat vandaan haalde, ik weet het niet, maar die hele band van Guus Meeuwis die kon niet meer spelen van het lachen en Guus zelf was de tekst kwijt en dat was echt geniaal en dat vind ik dan nog altijd wel van, het was gewoon super. En nog, als ik het soms komt het nog wel eens voorbij. Ja, ik moet gewoon snoeihard lachen. Dat is gewoon super grappig. Ja, dankjewel. Daar zat jij bij. Is er ook een moment geweest wat je zelf beleefd hebt op reizen waarvan je denkt, dat ben ik nooit meer vergeten? De meest indringende ervaring? Ja, er zijn natuurlijk heel veel indringende verhalen. En de verhalen die dan nu heel dicht bij je liggen, zijn natuurlijk toch die jonge mensen die je volgt in Over Mijn Lijk en die daardoor sterven. En ik kan me nog herinneren van de laatste serie, toen ik had heel goed contact met Marieke. Dat was een meisje die moest ik dan interviewen, maar er werd ook meer een debat en discussie over van alles en dat was echt gek. En op een gegeven moment ging ik naar het ziekenhuis. Ze lag in het ziekenhuis en wil nog even ging eigenlijk gewoon langs om een up-to-date verhaal te houden met hoe gaat het nu met je. En wij komen eraan en haar man die komt naar beneden en die zegt, ja, het gaat zo slecht. Ik weet helemaal niet of jullie bij haar kunnen komen, maar ik ga wel even checken. Toen kwam die terug, toen zei hij, ja, je kunt er wel even 10 minuten bij. En toen dacht ik al bij mezelf, 10 minuten, maar dan gaat het wel echt slecht. En toen kwam ik daar bij haar. En ze had zoveel pijn, ze had helemaal darmverklevingen en ze kwam echt bijna al om van de pijn. En toen zei ze ook voor het eerst, waar haar moeder ook bij zat, zei ze van ja, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet, dan stop ik er liever mee. Dus had ze voor het eerst over euthanasie, dat ik schrok ervan, haar man schrok ervan en haar moeder. Dus dan neem je afscheid van iemand, wat al heel moeilijk is. Want je denkt bij jezelf, nou, dit is de laatste keer van nou dat je elkaar ziet. Maar een dag later, toen belde haar moeder. En die zei van, ja, Patrick, ik zie toch wel dat jullie twee een goede band met elkaar hebben. En de dokter komt over 3 dagen. Dus voor de euthanasie. Zij wil je nog gewoon een keer langskomen om dag te zeggen. Ik zei, ja, natuurlijk, weet je wel. Het is niet makkelijk, maar dat doe je graag. Dus ik ging daar gewoon zonder kamerploeg heen. Maar wel met de redactrice die er ook altijd bij was. Om gewoon dag te zeggen. En Marieke ligt daar op bed in de woonkamer. En dan... Nou, ik begin een beetje te praten, wat natuurlijk al heel raar is, omdat je beseft dat deze lieve vrouw nog maar een dag of 2 dagen te leven heeft.
En toen zei ze van, ja Patrick, weet je nog, ik vond het te gek hoor, die opnames. Maar ik heb altijd al op dag 1 gezegd, ik wil zo graag een filmpje. Dat als er straks de crematie is, dat ik gewoon de mensen toespreek. Hier is mijn cameraatje, kan jij dat niet even opnemen? Jij weet toch ook wel hoe dat moet? Dus ik zeg van, maar wil je dat echt? Ja, ja, ja. Dus ze ging met haar laatste krachten recht overeind zitten. En ik pakte die camera, richtte die camera een beetje zo in een medium shot. Ik deed echt mijn best, maar het trilde een beetje. En zij hield een monoloog van 2 minuten om afscheid te nemen van haar geliefde, van haar familie, van haar vrienden, voor op die begrafenis. Ja, en dat was ontroerend mooi. En dat zijn momenten waarvan je denkt bij jezelf van ja, dat ik hierbij mag zijn, maar dat je daar zoveel van leren kan van zo'n programma. Want het leert nog maar eens hoeveel lust voor life er zit in mensen die aan het sterven zijn. En dat zij nog zo helder was en krachtig was om op de begrafenis iedereen moed in te spreken. Mooi. Ook mooi, ja. 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 Misschien een mooie overgang om eens een paar fragmenten uit je hele oeuvre te laten zien. Heb ik een oeuvre? Je hebt een oeuvre. Ik ben Jip, ik ben 23 jaar en ik heb botkanker. Hoe lang heb je nog? Weet ik niet. Maanden, half jaar. Het kan heel snel gaan, het kan ook een paar weken, ik weet het niet. 5 uur, dan gaan we weer. Oh. Wat? Huh? Ik wil, zo. Jeet. Zo, joh. Zo. Nou, dit apparaat ken ik nog van gisteren. Ze hebben ook al gezegd, zet je bril maar af. Dus ik weet wat me te wachten staat. Ja, ja. Ik heb mijn bril op, dan kan ik niet zo goed zien wat er allemaal gebeurt. Mijn laatste dag op de Kung Fu school is ingegaan. En echt erg vind ik dat ook weer niet. Ja. Dit gaat echt te ver. Ik kan dit gewoon niet in mijn kop krijgen. Ja, op een of andere manier zijn er veel overeenkomsten met de bloedneus bij de lama, toch? Hè? Zo, enorm. Oh, daar ben ik in elkaar geslagen door die gastjes. Niet normaal, die hadden echt zin in. Ja, ja die waren er klaar voor. Ja, en die waren goed. Die worden daar echt opgeleid tot kung fu artist. Dus die lieten gewoon mij wel even zien hoe goed ze het konden. Man, wat een pijn. Als je kijkt naar jouw programma's, dan lijkt BNN echt de omroep waar aan de ene kant veel plek is voor engagement. En aan de andere kant is het humor losgeslagen, et cetera. Moet daar een balans in zitten? Zijn jullie daar, praten jullie daarover? Wat? Nee, dat is nou echt precies wat BNN moet zijn. En daar moet zeker balans in zitten. En dat is ook zeker waar ik veel over praat met de directie, met de televisiedirectie. En dat is ook wat je als voorzitter doet. Wij willen jonge mensen informeren, we willen ze amuseren en we willen ze ook inspireren. En je kijkt naar je programmapakket van oké, hoe kan je dat het beste doen? En wij bij BNN zijn er voor jongeren en wij zijn er voor alle jongeren. Dus we zijn niet alleen voor de hoogopgeleide jongeren, maar we houden ook van jongeren die eigenlijk liever misschien naar SBS6 kijken. Dus je probeert het programmapakket wat je hebt zo goed mogelijk samen te stellen om te doen wat jij ook zegt. Weet je, soms heel veel engagement en soms echt puur lol. Ja, daar hou ik van. Hi, ik ben Maurits. Hi. Je bent een jongen van de provincie, je bent een Zeeuw. Ik kom hier uit Brabant. Maar hoe verklaar je dan dat zo iemand uit Zeeland, die eigenlijk niet echt het prototype snelle Randstadboy is, nu zo'n belangrijke functie heeft bij BNN? Moet je daarvoor dan omhoog neuken? Of dat zeggen ze bij dat zeggen ze, hè? Dat zo gaat in die wereld. Maar jij bent Bart Graaf erbij. Geneukt totdat hij dood is. Nee. Nee, maar dat fabeltje gaat, dat in die wereld alles gaat om looks en om je vlotte babbel en wat ik net vertelde. Nou ja, nee, ja, dat is. Volgens mij heeft het niks te maken met of je nou uit de Randstad komt of uit de provincie. Ik vind dat het gaat om doorzettingsvermogen. Als je kijkt wat ik allemaal heb gedaan toen ik van de middelbare school kwam. Ik heb volgens mij 3 toneelscholen ben ik op afgewezen. 2 keer de filmacademie afgewezen. 2 keer uitgeloten bij journalistiek.
Dus ik kwam eigenlijk nergens aan de bak. Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, nou dan ga ik maar economie studeren in Rotterdam. Om iets zo saai mogelijks te doen, want dan ben ik gewoon, dan hoef ik in ieder geval niet meer iets creatiefs te bedenken. En uiteindelijk ben ik dan toch aangenomen op de Filmacademie in Brussel. Maar je kan nadat je één keer bent uitgeloot of twee keer bent afgewezen ergens ook bij de pakken neer gaan zitten. Heb ik nooit gedaan. Altijd gewoon doorgaan en geloven in je eigen kracht. En als je dat doet, ja, dan kan je ver komen. Dus ik vind gewoon dat je naar jezelf moet kijken. En gewoon moet blijven aanstormen. En maar blijven aanstormen. En dan storm je vast en zeker ergens heen. Oké, dank je. En wat ik net ook al zei, is de kansen zien. Want ik ben ervan overtuigd dat iedereen kansen krijgt. Maar je moet ze zien en je moet ze durven grijpen. Patrick, ik heb één mogelijkheid om een stelling in te brengen. Dat doe ik nu. Naar aanleiding van dit gesprek. Mijn stelling van vandaag is, in de tv-wereld is het belangrijker wie je kent dan wat je kunt. Als je het daarmee eens bent, steek je groen omhoog. Als je het daar niet mee eens bent, rood. In de tv-wereld is het belangrijker wie je kent dan wat je kunt. En daar is, nou, het is gemengd, hè? Nou, ik zie toch heel veel, het is toch heel veel groen. Jij bent het niet mee eens. Zou jij eens even willen zeggen waarom je het er niet mee eens bent? Ik denk dat je gewoon ook talent moet hebben. En het ligt niet alleen maar aan mensen die je kent, zeg maar. Het ligt ook echt, je moet jezelf laten zien, vind ik dan altijd. Mm-hmm. Wie zegt het is echt belangrijker wie je kent? Een lead is altijd zo belangrijk om ergens binnen te komen, vind ik. En natuurlijk, iedereen heeft talenten, maar je moet ze ook aan de juiste mensen laten zien. Dat vind ik. Ben ik het helemaal mee eens. Ja? Maar daarvoor hoef je mensen niet te kennen, je kan ze ook opzoeken. Nou, dat kan zeker ook, ja. Nou, dat is dat is een mooi bruggetje, want er zijn hier twee mensen, Patrick, die jou opgezocht hebben. Er zijn twee studenten hier die heel graag willen pitchen. Die hebben het helemaal gehad met Dennis en Valerio. Het is een soort nieuw duo, maar ze willen allebei apart een pitch doen. Het zijn Maurits en Bart, die gaan nu staan, allebei. En die willen allebei zich kenbaar maken aan jou. Bart begint zometeen, daarna komt Maurits. Ze krijgen allebei een half minuut om te pitchen en daarna mag jij masterclass-achtig reageren. Bart, jouw tijd gaat nu in. Hi, ik ben dus Bart. Ik ben tweedejaarsstudent hier op de Fontys. En nu kan ik gaan vertellen dat ik heel creatief ben, een doorzetter ben, humoristisch ben, lef heb en brutaal ben. Maar dat hoor je op iedere pitch. Ik kan ook zeggen dat ik de nieuwe aanbinst ben voor BNN, maar dat ben ik nu nog niet. Afgelopen jaar ben ik bezig geweest met het excellentietraject IMIS-TV, waarbij ik verslaggever en programmamaker ben. En ben eigenlijk verliefd geworden op televisie maken. En ik denk ook dat ik het heel ver kan gaan schoppen in de televisiewereld. En daarmee zeggen ben ik ook heel erg gepassioneerd en erop gebrand om te kunnen gaan werken of stage lopen bij BNN. Omdat ik het idee heb dat ik als persoon zijnde heel goed in het team zou passen. Omdat jullie waarden die in jullie merkboek staan voor mij ook heel belangrijke waarden zijn. En dan wil ik door op deze manier even lef te laten tonen de kans en het vertrouwen vragen om mezelf te kunnen bewijzen bij BNN. Dankjewel. Ja, Patrick, je zei net, grijp je kans. Nou, ik heb nu mijn moment. Ik ben extravert, ik ben inspiratieverslaafd en een homo met diepgang. En ik heb iedere dag inspiratie, iedere dag een idee en daar wil ik iets mee. En televisie is daarvoor mijn uitlaatklep. En ik wil die programmamaker worden die niet alleen zijn programma presenteert, maar ook meegaat in het montagehok, die ook mee bedenkt aan de concepttafel en ook zijn gasten zelf durft op te bellen. En dan ben ik anders dan Gordon of Gerard Joling. Maar lijk ik wel een beetje op de BNN-presentatoren die er nu zijn. En daarom ben ik misschien wel die programmamaker waar jij naar op zoek bent. En moet ik nu kiezen? Nou, ik weet niet of je moet kiezen, maar ik zou wel mooi zijn als je zou willen reageren op wat hier gebeurt. Nou ja, dit zijn in ieder geval, ik merk dat jullie allebei bevlogen zijn. En dat is heel goed. Ik merk ook dat er in allebei lef zit om dit zo te doen. Maar ja, uiteindelijk heb ik natuurlijk nog niks gezien. Dus ik ben benieuwd wat jullie gaan maken. Ik hoor dat jij al iets gemaakt hebt, neem ik aan. Wij alle twee. Jullie alle twee. Nou, dan moet ik, dat wil ik graag zien. Dus ik neem aan dat jullie mij dat dan zo meteen gaan geven. Of naar me gaan mailen of opsturen. Of, ja. En voor de rest, ik ben gewoon zeer geïnteresseerd in wat jullie drijfveren zijn. Yes. Ja? Is dat goed? Dankjewel, super. Ja? Dankjewel. Ja.
Je hebt hele spannende dingen gedaan, meegemaakt. En een van die tochten, daar willen we kort iets van laten zien. Dit zijn mijn eerste woorden van een bijzonder project. Ik ga me namelijk aansluiten bij het Nederlandse leger. Hey. Dit zijn ook mijn eerste passen op weg naar een bijzondere plek, Oeroeskam. Buitengewoon onoverzichtelijk allemaal. Het is voor het eerst dat ik me een beetje ongemakkelijk voel op deze tocht. Dat is geen conflictgebied, dat is geen rampgebied, nee, het is gewoon oorlogsgebied. Eén keer, 163-3, één keer! Ik wil weten, wat zijn dat voor jongens? En wat motiveert ze? Wat is het mooie aan het vak? Toch wel een stukje teambuilding, om blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. Wat gaan ze er doen? En vooral, hoe is het om militair te zijn in Oeroeskam? Eén moment geef je ze een hand en dan sta je met ze te praten en dan loop je om en dan vijf minuten later dan schieten ze op je. En eigenlijk ook wel, hoe is het om Patrick te zijn in Oeroeskam? Ja, hoe was het om Patrick te zijn in Oeroeskam? Of misschien nog beter, wat was het spannendste moment wat je daar beleefd hebt? Ik denk dat het spannendste moment was de eerste keer dat we, dat heet dan zo, de poort uitgaan. Je hebt Kamp Holland en dan ging je de poort uit en reed je echt naar buiten. En dan reed je echt Oeroeskam zelf in. En daar was de grote wereld met bermbommen en mensen die je konden beschieten. En ja, daar had je zoveel over gehoord, ook uit het nieuws en ook van de jongens zelf. En daar was je zo op getraind. Nou, op een gegeven moment dat je die poort uitrijdt, dan denk je bij jezelf, oh, dit is echt eng. Nu gaan we echt oorlogsgebied, rijden we echt in. Je verlaat het beschermde kamp. En dat was het allerspannendste. Waar het dan uiteindelijk op draait, is om vertrouwen. Want zij moesten, ik moest hun vertrouwen voor mijn veiligheid. Maar belangrijker was nog dat zij mij konden vertrouwen dat ik geen gekke dingen ging doen als we eenmaal in oorlogssituatie waren. Ja. Nou ja, en dat is in ieder geval goed uitgepakt. En daarmee had ik een hele goede klik met mijn peloton. Dat was goed uitgepakt, maar we hebben ook nog twee jongens even gesproken die nog een paar dingen over jou zeggen en tegen je zeggen. Het was niet echt een stoere vent, maar hij... Heuvelmans. Hij is veel met zijn werk bezig, zo zag ik hem voornamelijk. Vooral met zijn werk bezig. Of dat hij inderdaad in slaap valt in een greppeltje tijdens een patrouille, nou, dat soort dingetjes. Was wel duidelijk scheidingslijn, ja. Bij de cameraman en de producer zag het al minder. Die trok zich meer naar de militairen toe. Maar hij was nogal gek aan zijn boek en zijn eigen ruimte. Dus hij zat vaak te lezen, terwijl de cameraman en de producer bij ons zaten dan. Het is wat Koen zegt, hij was gewoon heel serieus bezig met zijn werk. En soms dan ging hij dusdanig op zijn werk dat hij dacht dat hij gewoon ergens in de Bijlmer stond te filmen of zo. En ja, dan moest hij hem wel eventjes aan het lijntje houden. Zonder ons was hij er niet weggekomen, denk ik. Dan liep hij daar nog steeds rond. Nou, Patrick, als je nog een keer zin hebt om koffie te drinken bij ons en de foto's mee te nemen, dan ben je van harte welkom op de Oranje Kazerne. Dan zullen wij er zijn. Te gek, hoe hebben jullie die gevonden? Ja, dat is hier een hele kleine moeite. Echt fantastisch. Dat nodig je uit. Ja, dat lijkt me te gek. Ik heb heel lang met ze op zo'n forward operating base gezeten. En daar waren wij wel, wij sliepen naast die gasten. We moesten op dezelfde vuilniszak schijten. Dus dat was ook wel de moeite. Dus ja, maar daar blijft natuurlijk toch altijd... Het geeft toch een band? Dat geeft een enorme band. En zeker ook op patrouille gaan en gezamenlijk door vijandelijk gebied lopen. Ja, dat schept zeker een band. Maar ja, er is natuurlijk ook altijd afstand. Ja, er moet ook een goed televisieprogramma gemaakt worden. Zij denken aan mijn veiligheid en zij proberen Oeroeskam op te bouwen. En ik probeer om een goed televisieprogramma te maken. Om te kijken van ja, hoe kunnen we het zo goed mogelijk vertellen aan onze kijkers. Nou, er is één programma wat ongelooflijk in het oog gesprongen is. Heel veel aandacht heeft gekregen, maar het kan niet onbesproken blijven. Kijk even mee. Ja, lekker stappen en feesten, dat zie ik je helemaal doen. Dus dat, daar springt de levenslust vanaf, zeg maar. En wat me wel raakt... Maar intern zit er toch wel een soort van, ja... Ja, je ziet ook wel... Verdriet. Ja, dat zie ik ook wel. Ja, het is ook wel eens wat depressief onder van... ja, toch een vrij uitzichtloze situatie. Hè? Hoe lang moet je nog doorgaan met dat spoelen? Hoe lang kan je dat ook volhouden? So, the International Emmy for Non-Scripted Entertainment goes to... The Big Donna Show. Ja, dit moment kun je nog goed herinneren, denk ik. Nee. Ja. Een van de mooiste momenten uit je leven? Ik kan me dit nog wel goed herinneren, maar wat zo heel goed bleek uit deze uitreiking, is dat zij in Amerika helemaal niet doorhadden dat het eigenlijk een grap was.
die dachten echt dat het allemaal echt was. Die hadden de clue eigenlijk ook nog gemist. Dus dat moest ik ook nog even in die 30 seconden dat ik die prijs in ontvangst moest nemen, toch even rechtzetten. Van hé jongens, luister goed. Het was dus eigenlijk een grap, maar vooral om aan te kaarten dat het donorsysteem in Nederland, zoals we het nu hebben, niet goed werkt. Dus, ja, en maar het is wel echt absoluut een hoogtepunt natuurlijk. En dat het nog steeds niet goed werkt, daarover hebben we eventjes de voorzitter van de Nierstichting gesproken. Nou, ik vond het echt fantastisch. Het is BNN destijds gelukt om op een unieke manier massaal aandacht te vragen voor orgaandonatie. Het was zeg maar heel erg confronterend, maar niet over de grens. En dat is echt knap dat het gelukt is. Wij waren trouwens niet als Nierstichting betrokken bij de opzet van de grote donorshow, wat wel veel mensen denken. En toch moet ik zeggen, wij wisten niet wat de afloop zou zijn, maar we maakten ons er eigenlijk geen zorgen over. Omdat BNN tot nu toe altijd op een hele goede manier maatschappelijke thema's aan de orde kan stellen. En ook dit keer was dat weer op een manier die mensen echt raakt. Het heeft ten eerste ontzettend veel aandacht voor het thema orgaandonatie opgeleverd. Maar wat we natuurlijk gehoopt hadden, was dat veel meer mensen zich zouden gaan registreren. En ik denk dat Patrick het met me eens zal zijn dat dit nu echt het bewijs is dat we naar een ander systeem toe moeten. Want de meeste mensen die gekeken hebben, die zijn absoluut enthousiast over orgaandonatie. Dat weten we uit onderzoek, maar de stap om te registreren is net even een te grote stap. Dus het vrijblijvende systeem van dit moment, daar moeten we vanaf. We moeten naar een systeem waarin iedereen automatisch donor zal zijn. En dat is het zogenaamde ADR-systeem. Ik zou heel graag met Patrick in overleg willen gaan over de eventuele steun van BNN bij het groter maken van die Nationale Donorweek. Dus als hij die uitnodiging aanneemt, ik kom langs. Dat is te gek. Maar het is niet gelukt. Dus je zou kunnen zeggen dat... Nee, maar dat is mijn grote frustratie natuurlijk altijd bij de donorshow, is dat... Ja, het is natuurlijk een hoogtepunt als je een Emmy wint. Maar daar was het ons niet om te doen. Het ging vooral over dat wij een ander donorsysteem in Nederland wilden. En dat is niet gebeurd. Het is nog altijd het oude systeem, dus het is mislukt, het programma. Zou het nu een tijd zijn om een ander programma te maken? Zou je die automatische donorregistratie zou je kunnen forceren? Kun je er als BNN een bijdrage? Nou, dat doen wij zeker. Ik ben nu een programma aan het maken, ook weer waarin nabestaanden van een donor iemand gaan ontmoeten die een donororgaan heeft ontvangen. Dat hebben we vorig jaar 1 aflevering van gemaakt. Nu gaan we er op deze manier weer 2 maken. En dit is wel een heel mooi verhaal, omdat dit gaat over een meisje van 16 dat is verongelukt. En haar hart is naar iemand gegaan die had zo hard een hart nodig. En ja, die is zo gelukkig met dat hart en die is weer helemaal opgeleefd. Maar die nabestaanden van Nina, van dat meisje van 16, gaan nu Benjamin, de ontvanger van het hart, ontmoeten. En die ontmoeting was 2 weken geleden. Ja, dat is ook weer zo'n moment dat enorm beklijft. Weet je, je maakt dan televisie, maar je ziet gewoon wat voor een impact dat heeft. Dus daarmee laten wij ook nog eens zien hoe belangrijk het is om orgaandonor te zijn. Maar ja, ik ben het volledig eens met deze meneer dat we een ander systeem moeten hebben. Laatste vraag. In je eerste vraag gaf je als antwoord dat je over 10 jaar niet meer bij BNN zit. Maar waar denk je wel te zitten over 10 jaar? Ik denk nog wel dat ik bij de publieke omroep zit. Dat kan dus bij... ik ben benieuwd hoe over 10 jaar het publieke bestel eruit ziet. Misschien zijn er dan wel helemaal geen publieke omroepen meer. Of tenminste niet zoals we het nu kennen. Misschien is er dan wel een BBC-model of een VRT-model, wie zal het zeggen. Maar jouw taak, wat doe jij dan nog? Ik ben nog wel presentator, denk ik. Maar ik weet niet bij welke club. Ik zou het echt niet weten. In ieder geval geen voorzitter meer? Nee, niet van BNN. Misschien van de Nierstichting. Hè? Wie zou het zeggen? Ja. Het is natuurlijk wel te gek om voorzitter te zijn. Maar waar denk je dat ik naartoe moet? Dat weet ik niet. Nee? Verder geen dromen of... Ik denk altijd dat de werkelijkheid, als je ervoor open staat, nog veel mooier is dan je dromen. Dus laat je verrassen, durf groot te denken, maar durf het vooral groots te beleven. Dus dat is wat ik eigenlijk vind, wat jullie allen moeten doen. Oké. Okay. Ik geloof niet dat je een mooier slotwoord kunt spreken, dus we sluiten het hiermee af. Maar niet voordat we gekeken hebben naar de cartoon van Rosemarijn Tromp. Zij heeft mee zitten plakken, knippen, tekenen. Steek even omhoog wat je gemaakt hebt en vertel ons eventjes wat je gemaakt hebt. Ik vond het heel mooi dat je vertelde dat Bart ging golven als hij er eventjes niet meer tegen kon. En het ging de hele tijd natuurlijk over de dood en BNN en ouder worden en jong zijn. Dus ik heb hem al golvend, maar
het valt een beetje uit elkaar nog. Denk groter staat er. Met het logo een beetje van de donorshow. Ja, waarvan de golfbal heel hard tegen de raam aangeslagen worden. Omdat jullie altijd het logo van BNN tegen het raam aanslaan. Nou, prachtig. Nou, dankjewel. Hole in one, zou ik zeggen. Yes. En succes. Hij wordt vastgeplakt en ingelijst. Ja. En Patrick, het is het Denk Groter debat. Dus aan het einde mag jij één student kiezen die jou vandaag het grootst heeft laten denken. Nee, dat zijn er twee. Dat zijn deze twee. Want ik vind wel, zij hebben lef getoond om mij rechtstreeks aan te spreken en ook op mijn verantwoordelijkheid te wijzen. Namelijk het feit dat wij altijd jonge mensen een kans moeten geven. BNN is een omroep van kansgeven, dus jullie hebben dat laten zien. Dus ik ga kijken of ik kan zorgen dat jullie bij opnames van Spuiten en Slikken aanwezig kunnen zijn en dan ook in het voortraject mee kunnen lopen. Dus dat jullie op de dag zelf ook de repetities meemaken en ook denk ik de laatste vergadering tussen de eindredacteur, de regisseur en Nicolette. Dus ik ga dat met jullie organiseren. Dus, we weten dat het Maurits en Bart zijn. Kom naar voren, ga staan. Dan krijg je een hand van Patrick. Feliciteert u. Kom tussen ons instaan. De Denk Groter foto wordt gemaakt. Jullie krijgen de Eeuwig Roem. Je hebt de prijs gekregen. Volgende week zit hier Joep van het Hek. Ik dank jullie voor jullie prachtige vragen allemaal. Het laatste mooie applaus is natuurlijk voor Patrick Lodiers. Dank jullie wel.